In de wereld van de luchtmacht rukt de Search and Rescue eenheid van de Koninklijke Luchtmacht jaarlijks 150 keer uit bij calamiteiten op zee. In Kroatië speelt de band tussen hond en hondengeleider een belangrijke rol bij de bewaking van luchtmachtmaterieel. De wereld van de luchtmacht begint in Canada. Regelmatig reist de Nederlandse luchtmacht af naar Canada om daar het laagvliegen met F-16's te oefenen. Rond vliegbasis Goose Bay is het gebied dun bevolkt en dus uitermate geschikt voor dergelijke trainingen. Dit keer is het de beurt aan vliegbasis Leeuwarden. 6 weken lang staat alles in het teken van laagvliegen. Een drukke periode voor de Nederlandse crewchiefs. Zij zijn verantwoordelijk voor de technische staat van de kisten. De F-16's vliegen meerdere keren per dag uit en zowel voor als na een vlucht wordt de straaljager uitvoerig gecontroleerd. Een zware taak achter de schermen, waar crewchief Kees Volmer geen moeite mee heeft. Op een verjaardagsfeestje is het ook altijd zo van, vlieg jij? En dan zeg ik ook altijd nee. Maar ik voel me eigen niet ondergewaardeerd, ik vind het een leuk vak. En het repareren van vliegtuigen, dat vond ik vroeger als kleine jongen, leek me dat al leuk. En mijn taak in het gehele verhaal is het gereedstellen van het vliegtuig. Dat houdt eigenlijk in dat ik de laatste checks doe alvorens een vliegtuig gaat vliegen. Wij gaan naar Goose Bay om daar een jaarlijks laagvliegprogramma voor de piloten uit te voeren. Wij zijn net aangekomen en dus de mensen die hier nu allemaal bezig zijn, zijn eigenlijk bezig met configuratiewisselingen. Dat houdt in het vliegtuig in het juiste scenario opbouwen. We hebben vliegtuigen zijn hierheen gekomen met 3 tanks eronder. Dit om de vliegcapaciteit te vergroten. Maar hier gaan we er ook tactische vluchten mee doen. Dat betekent dat ze niet met alle tanks kunnen eronder. Dus tanks worden gedemonteerd en bepaalde elektrische componenten worden erop gezet. Dat is een deel van onze taak. En vervolgens maken wij het vliegtuig weer gereed om de volgende missie te kunnen doen. Dat betekent dat we de oliepijlen controleren, aftanken en eigenlijk de piloot straks instreppen en de laatste checks doen voordat hij gaat vliegen. Nadat de F-16 volledig is nagekeken, loopt Kees het toestel nog een keer helemaal na. Hij is net uit het onderhoud gekomen. En ik doe nu even de laatste controles voor het vliegtuig, omdat hij zo meteen gaat vertrekken. Dus dit is niet een originele check, maar dit is gewoon even de laatste controle, omdat hij net uit de hangar is gehad, net zijn onderhoud heeft gehad. En wil zeker weten dat alles gewoon klopt. Er zitten hier ook nog veiligheidspennen in de stoel. En die pennen bergen we op in een speciaal vakje in het vliegtuig. Zodat de piloot als straks aankomt, rustig de stoel kan armen. Dit is de voorzijde van de motor. In deze ruimte is erg belangrijk vanwege het feit dat er veel FOD in kan komen. FOD is Foreign Object Damage. Het zijn spulletjes die van buitenaf de motorruimte in kunnen. Hier zijn we erg voorzichtig mee, want het hoge geluid dat je straks hoort als die opgestart is, dat geeft net het idee van een stofzuiger. En de F-16 staat er ook bekend dat het een vrij gevoelige motor is voor het inzuigen van vreemde voorwerpen. Wanneer de vlieger van de F-16 arriveert, controleert hij het toestel voor de laatste keer. Ik voel me zeker verantwoordelijk voor het vliegtuig, want dat is misschien wel op het moment dat jouw vliegtuig vertrekt en je krijgt te horen dat hij terugkomt vanwege bepaalde problemen, dan is het toch altijd dat je bij jezelf denkt van, heb ik al alles goed nagekeken, dat je eigenlijk de revue toch nog even een keer laat passeren. Van, als je goed met je werk bezig bent, dan probeer je natuurlijk toch eigenlijk te zorgen dat het vliegtuig zonder problemen terugkeert. En meestal lukt dat ook, want de problemen die in de lucht optreden zijn toch vaak problemen die je op de grond niet had kunnen onderkennen. De F-16's vliegen in Canada extreem laag over het landschap.
Een aanvaring met een vogel is soms dan ook onvermijdelijk. Vliegers en crewchiefs trainen daarom de procedure bij zo'n zogenaamde bird hit. Een bird hit is in enkele seconden gebeurd. De vlieger reageert onmiddellijk, want als er aanzienlijke schade aan de straaljager is, kan dat zijn veiligheid in gevaar brengen. Na de botsing met de vogel is het zaak direct de schade op te nemen. Een andere F-16 vliegt om de geraakte straaljager heen om de kist te controleren. Ja, het ziet eruit dat mijn motor loopt nog. Wat fluctuating oil pressure. Voor de rest RPM is steady. Roger 1 is joining up for the metal damage check. Van plan cleared. De linkerkant ziet er goed uit. Zit een deukje in de leading edge flap. En wat bloedsporen op de rechterkant van de intake, van de motor intake. Zet maar aan het koers in bound cruise bay. Goose Tower, Hawk 2, mayday, mayday, mayday. Just had a bird hit. Hawk 2 to proceed for a straight in, full stop, restrict shoot, emergency. Hawk 2, Goose Tower, roger, you're cleared straight in for runway 08, your number 2, follow the 2 F-16's on the left base for the full stop. De F-16's keren snel terug naar de vliegbasis. Daar kunnen de crewchiefs bekijken wat de bird hit voor gevolgen heeft gehad voor de technische staat van de F-16. Op het moment dat er een verwacht luchtvaartongeval is, dat betekent eigenlijk dat een piloot een storing heeft die bedreigend is, waardoor hij in ieder geval terug zou moeten keren naar de basis, dan worden de medische diensten en de brandweer worden gealarmeerd. En dan zorgen we er eigenlijk voor dat er een opvangteam aan de baankop staat. Dus dat betekent dus vlieger probeert zo snel mogelijk te landen. En op het moment dat hij geland is, dan wordt hij safe gesteld eigenlijk door de brandweer. En op het moment dat dan de piloot eruit is, dan kom ik eigenlijk weer in beeld. En dan ga ik het vliegtuig ophalen en breng het naar een safe area toe, waarna we de schade gaan bekijken. Ja, de bird hit. Currently there's some damage on the engine. So that's why I came in before straight in. But right now it should be okay, I think. Meestal als ik er aankom, dan is de piloot eigenlijk al vertrokken. Want de piloot die debrieft bij de debriever. Ja, vogel geraakt. Vogeltje gedaan? Vogeltje, ja. Nou, niet zo mooi. Dus ja, low level en ja. Ja, gewoon 420 knopen. Ja. En toen was het boom. Maar omdat je toch wel in de buurt bent, krijg ik te horen van de brandweermensen van nou, er is dat en dat geweest. En op het moment dat ik dan weet waar ik moet zoeken, dan begin ik dat te inspecteren. En daarna komen de specialisten erbij van welke discipline het is. Dit vliegtuig heeft een bird hit gehad. We moeten het inwendige van de motor gaan bekijken of we ook beschadigingen hebben. Of vogelresten binnen in de motor. En als dat het geval is, dan moet hij verder uit elkaar. Om de boel schoon te maken. Ik zet nu even de boel vast. Dat ik zo meteen verder op de camera kan kijken waar de beschadigingen zitten. Zo, daar gaat hij. Nu kan ik automatisch de core, de N2-as van de motor langzaam laten draaien. En dan zie ik de bladen voorbij komen en kan dan tevens zien of de leading edge, dus de voorkant van het blad, of die beschadigd zijn. Oké, nou, hij is helemaal rond geweest. Ik heb geen beschadigingen kunnen aantreffen. Wat mij betreft mag hij weer vliegen. De ploeg uit Leeuwarden blijft in totaal 6 weken in Canada. Uiteraard hopen ze dat een echte bird hit dit jaar uitblijft.